Pa-da-pa-pa-pa, Uncharted. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Sony. Ze hebben ook het spel gemaakt, dus ja. Dat is best wel Sony. We gaan verder in de cutscene, waar we zijn maar gebleven waren. Elena belt met haar mannetje. Kan gebeuren als je een vriendin hebt en een telefoon. We spelen Uncharted 4, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Haal die troep op je beeldscherm. Ik ben helemaal niet in Maleisië. Ho, oh, epic liegen tegen je vrouw. You go, Drake. Natuurlijk kapot, maar er is niemand gewond. Nou ja, als jullie maar veilig zijn. Veiligheid boven alles. Daarom hebben we Nerf guns in plaats van echte kogels. Waarschijnlijk moet je nog een dag of 10 blijven ofzo. Ik heb net toevallig die film War Dogs gezien en daar is die man ook iedere keer aan het liegen tegen zijn vrouw. Doe dat altijd goed. Gewoon als je een goede film wil, gewoon heel veel liegen tegen je vrouw. Nee, dat is nergens van. GTSD, waarschijnlijk heel veel liegen tegen je vrouw. Het echte leven, superveel liegen tegen je vrouw. Die persoon die om je geeft, leugens. Doe ik. Oh, gevoelige scènes waar mijn facecam precies over Drake's hoofd zit, zodat het lijkt alsof ik hem ben. Zie ik er wel avontuurlijk uit, jongens. Oh, hij zei het! Ze zei het! Sorry, ik verpest een momentje hier, denk ik. Nou, ze is niet heel blij in ieder geval. Stay at home mom. Dat is ze nu. Met een mooi horloge, dan mag het. Hey, dat is Madagaskar. Dat zie ik in één keer. Omdat ja, de vorige aflevering zeiden ze, we gaan naar Madagaskar. Zo goed ken ik Afrikaanse gebieden ook weer niet. Nou, dat doe ik ook altijd, dus ik Pokémon Go probeer in te loggen. What the fuck, what the fuck? Hey, weet je wat nooit een signaal kwijtraakt? Papier. Papier! Dat is een chill aan boeken. Er zit geen batterij in. Dat is echt de enige reden waarom ik e-books stinkend vind. De dingen gaan 100 uur mee, maar daarna zijn ze leeg. Ik ben heel benieuwd naar deze aflevering in ieder geval. Ik heb hier wat dingen van gezien in de gameplay dinges voordat de game uitkwam. Want er zijn maar wat gameplay gereleased. En dat was dit stukje. Je moet nu met een auto rijden door modder. Dat is heel leuk. De 12 torens. Ja, kom op jongens. Ik wil zeg maar dit hoofdstuk zeg maar doen deze video. Als ik 12 torens af moet gaan, dan zijn we nog wel even zoet. Maar hey, het is Afrika. Ik weet niet hoeveel van jullie al in Afrika zijn geweest. Ik wil er sowieso een keer heen. Niet per se naar Madagaskar. Net iets te veel pratende dieren als je het mij vraagt. Oké, dan even kijken. We moeten dus zo meteen naar die vulkaan toe. Daar hebben ze lekker gesmolten lava. Nou, lava is altijd gesmolten. Lava is gewoon, ja, zeg maar gesteente. En dan zo door de modder heen. Woe! Ik heb nu al zin in autorijden door de modder. Ik kan zeg maar al niet normaal autorijden. Dan zijn we modder erbij. Eén groot feest op je beeldscherm, zeggen ze dan. Kan niet, hij is dood. Ik heb geen idee waar het over ging, maar hij is dood. Sommige dingen worden moeilijker als je dood bent. Zoals lopen, ademhalen, een hartslag hebben. Oh, ik kan hier gewoon op. Wauw. Kun je daarachter? Is dat de bedoeling? Wacht. Ik plak hem zo achter die waterval. Moet je nou eens zien. Ga in mijn grot achter een waterval. Echt piratenavontuur. Ik bedoel, achter een waterval is best wel piraatachtig. Hoe komt dat je King's Bay zo goed kent? Gestolen diamanten. Oh, tuurlijk. Dat is ook hoe ik de meeste gebieden ken. Oh ja, gestolen diamanten. Weet je wat super ongemakkelijk is? Wanneer je zeg maar een keer bij vrienden thuis hebt ingebroken. Omdat je gewoon ja, je mobiel vergeten was. En dat dan, ja, dat ze dan een keer heel goed weten hoe hun huis werkt. Terwijl je daar nog nooit geweest bent. Hoe ligt je mobiel er dan? Ja, weet ik veel. Dit verhaal staat helemaal nergens op. Oké, laten we dit ding even hier tegenaan prakken, denk ik. Is dat de bedoeling? Meestal moet je... Het enige wat je moet doen in deze game als je kisten moet schuiven is op klimmen. Zo van, wat een moeite. Oh, hier ligt wat moois. Oeh, lief dagboek. Vandaag Afrika. Oh, een trofee. Wat fijn. Voor mij is het gesprek tussen die twee gaande, maar sta ik heel ver vanaf. Dus ik hoor er geen flikker meer van. Maar dat maakt niet uit. Het ziet er wel gezellig uit. Is het een soort piratenschip dat ze in een berg hebben geprakt of zo? Geen idee wat hier aan de hand is. Ik ga lekker verder in mijn jeep. Jeep, jeep, jeep. Daar staat hij alweer. Even lekker douchen. Oké, dan even kijken. We gaan even lekker in. Laat mij maar rijden, jongens. Oh, dat is niet wat ik wilde doen. Maar hey, dat is ook een soort van goed. Even een kleine bocht maken met mijn skills. Woep. Nee. We zijn opgelicht. Dus daar zijn we opgelicht. Oh, ja, daarom zijn we opgelicht. Oké, dames en heren. Klaar voor een zieke stunt. Woep. Dat is een zieke stunt. Viel wel mee, maar... Oké, dan. Voor het eerst een jaar twee keer op een dag gedoucht heb. Herkenbare gevoelens. Ik bedoel, waarom zou je twee keer op een dag douchen? Misschien als je zeg maar jezelf ondergooit met vuilnis. Dat je denkt, hé, mijn huis. En dan zit je opeens in een vuilnisbak. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Anders weet ik ook geen goede reden om twee keer op een dag te douchen. Misschien als je smetvrees hebt. We hadden vroeger op de middelbare school en de rest die had smetvrees. En geen probleem, is gewoon super naar als je dat hebt. Ik heb denk ik het tegenovergestelde. Bacteriën boeien mij niet zoveel. En die vrouw die wilde dus nooit toetsen uitdelen. Dan moesten wij het al wat doen. Misschien was ze gewoon heel lui.
Nee, heeft mij zelfs met face. Niet chill om te hebben. Waar moeten we heen, game? Dat is trouwens wel een soort tweede vraag die gevraagd zou kunnen moeten worden. We moeten zomaar ergens heen in het mooie Afrika. Maar waar? Ja! Nu komt een beetje dat punt in de video. We hebben een mooie auto, we moeten naar Afrika. Wat nu? Oh, daar zijn wel wat stenen. Sorry, hobbel. Ja, dat is wel een hobbel, ja. Stunt! We moeten bij die brug zien te komen. Hey, Nathan! Zo ver was ik ook! Wat leuk! Wat goed! Zouden we hierop kunnen? Er zijn wel heel veel stenen. Maar, oh, misschien kunnen we hier doorheen. Is dat een ding? Is dat een ding? Oh, dat gaat wel. Dit zijn maar het tegenovergestelde van wanneer je poep hebt, dat zijn maar die uitkomt. Wij zijn maar de poep. En de bovenkant is eruit. Nu moet ik meteen denken aan die film Rat Race. Daar was een hele mooie metafoor. Er was een jongen die moest heel nodig poepen. En die beschreef het als een woestijnrat die telkens in en uit zijn holletje ging. Zo voelde het bij zijn anus. Daar moest ik even aan denken. Gewoon een leuke gedachte. Ga dit ding instorten. Laten we extra langzaam rijden voor meer spanning. Kom maar goed. Oh, oh, ja, dat stort in. Anders een soort smerige houten slang. Kan gebeuren, kan gebeuren. We zijn er. Tot nu toe gaat het best wel goed eigenlijk. Gewoon een beetje chillen in Afrika. Beetje rijden door de modder. Ik dacht dat het daar super droog was. Maar hey. Het enige super droog is mijn YouTube commentaar. Ik ben erop, ben erop, ben erop, ben erop, ben erop. Is dit wel haalbaar überhaupt? Nou. Dat is een beetje hoe ze dat in de volksmond zeggen. Kansloos. Oh, dit is ook een beetje... Wat is dit voor bochtenwerk, Rick? Moeten we daarop? Dit ziet er soort van haalbaar uit. Je moet gewoon een beetje proberen grip te zoeken. Grip op jezelf. Grip op je leven. Grip op bitches en grip op teven. Oké, we kunnen hier in ieder geval op. Denk ik, misschien. Nice, nice. Het is echt een beetje puzzelen op zich. Gewoon hoe je dit gaat rijden. We hebben trouwens best wel cool kenteken. Is dat de vlag van Madagaskar? Of zijn het gewoon willekeurige groene en rode vierkantjes? Ik weet het niet. Mijn rug. Arme oude man met zijn arme rug. Dat is een steen. Gewoon even voor de mensen die niet heel bekend zijn met de dingen die je kan zien in Afrika. Dat is een steen. Oh, er staan nu al bandafdrukken op. Geen idee van wie. Oh, yes, het valt ze nu ook al op. Nice. Dit is nog meer troep. Hartstikke mooi. Hey, wat staat er doen? Hey, kijk daar eens op die heuvel. Lijkt wel een toren of zo. Dat is een toren. Zo werkt dat. Zullen we die kant op? Of heb je zoiets van een morning? Hoeft niet. Nou, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk moeten we deze gigantische waterval weer gaan beklimmen. Het is echt een kunstje apart. Proberen met je auto op bergen te komen. Het lijkt me best leuk om in het echte leven te doen. Behalve dat als je zeg maar valt, dat je doodgaat. Maar wat is er zo'n televisieprogramma van? Dan gingen ze op hele enge wegen rijden met hele bekende Nederlanders. Zo van, oeh, misschien gaan ze dood. Waarschijnlijk niet, anders zenden we het niet uit. Supergezellig. Is dit de bedoeling dat ik hierop zit? Nee, nee, het is gewoon een hele rare stunt. Ik kan ook gewoon proberen de bandensporen te volgen. Zeg maar, er zijn hier andere mensen geweest met plannen en ideeën. Misschien hadden die, ja, zeg maar, goede plannen en ideeën. Kan je hierop? Nee, hier kan je sowieso niet op, toch? Huh? Oh, en dan daarop. Oké. Wel fijn dat je, zeg maar, bandensporen kan volgen. Ik ben best lui, dus nadenken is altijd wel een uitdaging voor mij. Camerahoeken zijn ook een ding. Oh, fuck. Ik denk dat we daarop moeten. Denk ik. Gokje van de dag. Hotstuk idee. Zo. Dus Rick, heb je nog een leuk verhaal? Nou. Is... Huh? Huh? Dit is, ja, wel gevaarlijk. Wel gevaarlijk. Ja. Hadden we niet, zijn we gewoon beter dit stuk kunnen wandelen? Of met van die oxboards? Of met de step? Zeg maar, het handige aan de step is dat je, zeg maar, kan afstappen. Als het schijt irritant wordt en je dreigt dood te vallen, dan stap je gewoon van je step af. Daarom heb ik zelf nooit geskillerd of dat soort shit. Gewoon een stepje. Stepjes zijn veilig. En ik hou van veiligheid. Nou, dan moeten we hier nog even langs, oké. Okay. Veiligheid, yeah, sure. Oké, dan gaan we hier langs glijden. Wel leuk dat er allemaal kleine schattige aapjes zijn. Tenminste, aapjes. Dingen met een staart die een beetje rondhuppelen. Misschien aapjes, misschien aliens, je weet het niet. Dat zien we aan het einde van deze video. Woep. Nice. Oh, dat begint wel een beetje vies te worden. Misschien moeten we even door een waterval heen prakken. Dat is gewoon mijn nummer 1 tip. Nee. Oh, Sunny zegt het ook. Nee, leuk geprobeerd. Ja, die trap gaan we ook niet opkomen. Wacht eens eventjes. Ik heb voor mij vanaf dit deel gespeeld. Ik heb namelijk op First een tijdje geleden. First op de vrijdag, dan ben ik er wel eens voor gaming. Toen gingen we een Uncharted spelen. En toen gingen we dit deel doen. En ik begreep er geen flikker van. Ja, dat is even fijn dat ik het nu alvast gespeeld heb. Je moest namelijk je auto vastbinden aan deze boom. Wat ze helemaal niet goed uitleggen. Klik en dan kun je omhoog, denk ik. Ik denk dat de strategie is even over mijn eigen touwtje heen springen. Misschien is hier nog wat te doen en een van de gezellige verlaten toren. Het is gezellig als je dol bent op verlaten torens. Oh, mooi uitzicht. Vrienden en familie. Wat de fuck is dat? En een van de slangdraak. Oh, mooi, mooi. Is kunst.
Captain van de Fiery Dragon. Had zijn basis Madagascar in de tijd van Avery. Oké dan. Piratenkapiteins. Oké, ja, wel een mooi potlood. Mooi potlood. Over potloden gesproken, het schijnt dat zeg maar de Amerikanen op een gegeven moment toen ze met vliegtuigen en spaceships bezig waren, wilden ze maar op de kop kunnen schrijven. En dat kon niet met een normale pen. En toen vonden ze de balpen uit. En dat was gewoon, ja, dan kun je op de kop schrijven. En weet je wat de Russen deden in plaats van een balpen? Die gebruikten gewoon een potlood. Ik heb geen idee hoeveel waarheid er in dit verhaal zit, maar dat is best wel grappig. Heel veel moeite om de balpen uit te vinden en ja, dan gewoon een potlood kunnen gebruiken. Oh ja, dat is ook wel een ding, of niet dan? Potloden, dat kun je ook gewoon weer op de kop schrijven, of niet dan? Nou, we kunnen hem nu denk ik erop prakken in ieder geval, hartstikke fijn. Lekker trekken jongens, hey! Geen idee hoe dit nou precies werkt, maar het zal wel. Ik neem hem maar even voor lief, hey, die gasten nog steeds daar te kloten. Kom je er ook even bij, schat? Hartstikke mooi, dankjewel. Moet ik hem nou weer lostrekken? Waarschijnlijk wel. Dat gaat niet uit zichzelf, hè? Zo, hotstuk idee. Zo, en dan los. Nee, niet vast! Rick, je kan weinig. I know. Moeten we nou weer teruglopen naar de auto of zo? Even een rondje lopen. Zo, yay! Verjaardag sliert! Zo, prak hem er maar tegenaan. Zo dan, zoiets. Ik ga wel gewoon in de auto of zo. Hoe laat je dit los? Oh, daar zo. Laat het los! Laat het gaan! Frozen referentie! Laat het los! Laat het gaan! Laat het touwtje los! Oeh, dat is wel mooi zeg! Damn, dat is wel echt vet. Dat is het vet aan dingen zoals Uncharted. Dit soort prachtige uitzichten. Van, hé, dat is een vulkaan. Ver van weg. Van de klauw van de onderdrukkende wereld. Prachtig verhaal. Onderdrukte piraten willen alleen maar hun dode akkertje moorden en plunderen. Ik begrijp de piraten. Het is heel moeilijk als je gewoon mensen wil vermoorden en verkrachten. En dat mensen dan allemaal gaan doen van, ja, mag niet. En dan ga je gewoon naar je eigen piratenland waar dat wel kan. Weet je wel, eigen regels. Moeten we hier eigenlijk wel heen? Voor hetzelfde geld prak ik in één keer mijn auto aan een vulkaan, weet je, was niet mijn idee. Ja, dat is niet de goede richting, zeg maar. Ze vertrokken vanuit Engeland, ja, dat is waar. Hey, het was vast veel moeite voor de piraten om hier te komen, maar die piraten maken geen YouTube-video's. Dat is het grote verschil natuurlijk. Oh, dat is wel een smerige modderweg naar beneden. Dat is wel gezellig, hartstikke idee. Laten we lekker verder rijden. Tjoek tjoek, ik ben de trein. Laat even zo hard mogelijk rijden. Kijken of we nog mensen doodrijden. Er zijn vast zometeen mensen waar je op moet schieten. Dan rijdt die vast even dood. Hartstikke fijn, schip weer een hoop tijd. Woep, stunt. Hier omhoog, denk. Ja, joh, helemaal prima. Is er nog een van de gare gat in een steen? Kun je sowieso in. Wordt me helemaal op gewezen van, hey, ga eens even die grot in. Wij blijven lekker in de auto zitten. Maar jij, Rick, de mega avonturier, ga eens even lekker die grot in. Is dat wat? Is dat een ding? Dat is gewoon een kistje. Hartstikke mooi. Oh, hier ligt wat moois. Oké, dan. Ding! Het is een dik mannetje. Die echt zo kijkt van, oh, ik ben een dik mannetje. Wat een kunstwerk, wat een kunstwerk. Moderne kunst, dames en heren. Waar moeten we nu heen? Dat was leuk. Bespeur ik hier een soort van vorm van bijtend sarcasme? Want dat kan. Het was ook niet zo heel leuk, maar... You don't need to be a dick about it. En dan we hier op moeten, want die zijn we nog niet geweest. Glibber, glibber. We komen dichterbij. Oh, gezellig. Stop. Dat is een kleine explosie. Een kleinschalige explosie. Een paar armen en benen minder. Wat zie je? Explosieve diarree natuurlijk. Van het leger. Nee, Dien, jongens. Yep. Waarom niet Nadine's meiden? Waarom is Nadine de enige vrouw in dit verhaal? Feminisme. Nou, meer vrouwelijke soldaten om kapot te schieten, alsjeblieft. Dat is het goede nieuws. Dat vind ik wel even die rare dingen. Als ze met Nederland de oorlog uitbreekt, moet ik gewoon gaan vechten voor mijn land. Ik bedoel, kan ik helemaal niet. En vrouwen, zeg maar niet. Vind ik niet eerlijk. Vrouwen moeten ook vechten voor hun land. Alleen het probleem is wel weer als iedereen vecht voor hun land. Wie blijft dan in het land chillen? Hebben we maar gezegd, ja, vrouwen chillen gewoon in het land en maken eten of zo. Doen ze toch altijd al. En mannen gaan dan maar gewoon vechten tot ze doodgaan. Super onhandig. Want ik wil ook niet zoveel doodgaan. Zullen ze gewoon aanrijden? We kunnen het heel stealth gaan proberen. Of we rijden ze gewoon aan. Hey yo! Nou, eerst twee kills staan binnen. De rest van het level had je waarschijnlijk stealth kunnen doen. Nu zit er een sniper achter ons aan. Goed gedaan, Rick. We zijn erg trots op je. Zijn het wel een meer agressieve man in de buurt? Want dan schiet ik er even een paar lek. Nou, daar zit nog even eentje. Mesterman. Ik dacht, ik prak mijn auto even naar binnen, maar dat viel tegen. Oké, dit gaat misschien een klein beetje fout. Weet je wat? Ik laat hem even doodmaken. Ik vind het wel even leuk om het te proberen een soort van stealth te doen. Er zijn best wel veel mannen hier. En jullie weten wat ik vind van een feestje met mannen. Kapot maken natuurlijk. Oké, we stappen gewoon even uit. Gewoon even doen wat dat level waarschijnlijk wil dat we gaan doen. Stealthy McSneakers. Zo beschrijf ik even de game mode van nu. Stealthy McSneakers. Wat inhoudt dat je sneakers aan moet doen. McDonald's gegeten moet hebben.
en dan mensen kapot maken. Daar staat bijvoorbeeld een man. En als hij even niet oplet, steek hem in zijn rug. Dat is ongeveer hoe dit spel werkt. Oh, kijk, ik zie hem al gaan. Oh shit, ik moet even die man daar achter mij niet zien, want die ziet me ook een klein beetje. Oh shit, shit. Oké, okay. Niet gezien. Oké, okay. Die man daar heeft wel zoiets van, hey, dode lichamen. Ah joh, ben ik wel gewend. Ik heb op de middelbare school gezeten, ik bedoel maar. Geen idee waarom dode lichamen op een middelbare school zouden moeten zijn, maar je weet het niet. Heb jij uit de middelbare school gezeten, kijker? Vast niet. Kijk, die is ook nog dood. Net aan, dat wel. Oh, wat, ik kan hier eens laten exploderen. Mij is het die deur. Oh! Zo, dat was best lachen. Oké, ik heb denk 3 mensen gesneakkilled. Nou, eentje met die gigantische explosie, maar het is genoeg. Het is genoeg om nu gewoon lekker iedereen kapot te schieten en me nog een soort van goed te voelen over mezelf. Ik moet even een klein beetje chillen in dit huisje, want er zijn wel hier en daar wat snipers. En het probleem met snipers is dat ze, ja, wat snipers maar doen, van heel verre afstanden op je gezicht schieten. En als ze dat nou even niet zouden willen doen, dan is dat helemaal fijn. Waar moeten we die toren daar beklimmen? Tenminste, daar lijkt het wel erg op. Het is wel een hele hoge toren. Level heet de 12 torens. Ik heb er alvast 1. Dames en heren, we hebben dit level voor 1/12 uitgespeeld. Even kijken. Voor mij, zoals ik al zei, ja, er zijn best wel veel mensen. Daarom is het handig dat ik er al in ieder geval 2 dood heb. Dat scheelt door weer 2 mensen. Hopla. Hier is een wensput. Ik wens dat je doodgaat. Wauw, wat een goed grapje. Zullen we de toren maar even proberen te beklimmen dan? Tijd nog redelijk rustig ondertussen. Ja, echt waar. Ze zijn met zoveel mensen inderdaad. Oh, oeps, ze vinden per ongeluk de schat. Wij zijn echt bezig met skills en zo. Helemaal niet nodig, joh. Oké, hoe werkt dit? Ah, gewoon klimmen. Hallo, dode man. Hoe maakt u het? Niet levend, zegt u. No. Hoe kan dat? Hoe ga je dat aan de vrouw en kinderen uitleggen, joh? Oké, even kijken. Hier is een soort zipline. Dat is waarschijnlijk pas als je boven bent, dan krijg je de coole zipline. Altijd oneerlijk. Ik krijg nooit de coole zipline. Oh, je kan meteen al een verdieping skippen. Hartstikke fijn. Weer een soort mini-puzzle dit. Hoe ik klim toren. Hij kan hier nog opzij, ja. Helemaal prima. Ah, mooie toren. Mooie bakstenen. Goeie kwaliteit. Hey, sniper, dat is wel fijn. Oké, dan. En nu? Gewoon naar beneden gaan? Is dat het? Is dat de oplossing van deze puzzel? Oh, ik val dood. Shit. Hoe is dit uit de hand gelopen? Rick, het enige wat je hoeft te doen was zeg maar klimmen. En dat was het. En je verpest het op een of andere manier. Je bent een magier, Rick. Oh, we moeten hier nog even naar kijken. Dat is wel belangrijk. Oh, iets met slaven. Ik heb zelf ook heel veel slaven. Slavinken. Mooi vliegend touwtje. No glitch. Oh, we kunnen gewoon terug naar ons voertuig nu. We hoeven die hele toren niet eens te beklimmen. Oké, doen we het lekker niet. Alhoewel, die sniper is wel heel fijn. Ah, joh, boeien. We kunnen gewoon denk ik lekker verder rijden met onze auto. Op avontuur, jongens en meisjes. Over de grote boze mannenbrug. Hier zo. Hier is hij dan. Nou, dat viel tegen. Gelukkig weet Rick van Serpent Gameplay, de persoon die het level al deels heeft gespeeld. En toen heel slecht was, wat hij moet doen. Je kan zo met dit touwtje zo, woep, over dit ding heen binnen. Ik denk allebei tegelijk, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het touwtje begint een beetje op te raken voor mijn gevoel. Hé, het lukt! Oké, die even aan elkaar plakken. Ik hoop dat het allebei tegelijk kan, anders sta ik een beetje voor lul, maar... Nu even heel hard achteruit karren met die auto. En dan, wordt de brug niet opeens magisch meer groepen. En hebben we de brug gewoon nog meer gesloopt dan hij al was. Een van de betere plannen van deze aflevering. Hé! Doe eens niet. Come on. Sloop dat ding. Hotse flotse. Helemaal mooi. Alweer met die lier, Sally. Toch wel handig, hè? Ja, een prachtige lier. Waar gaat het over? Een gesprek over een lier. Dat is een mooi gesprek, mannen. Ga zo door. Keep up the good work. Oké, nog wat lekkere troepjes. Hier een lekkere afdaling. Hotse flotse. Zou er bijna zijn. Weet je, we zijn al een tijdje bezig met een vulkaan vinden. Rick's epische quest naar Vulkaanland. We kunnen gewoon lekker deze kant op blijven karren. Dat is wel nice. Fun fact, er zit een mug momenteel op mijn arm leeg te zuigen. Ik ben zo hardcore dat ik gewoon lekker YouTube video's maak. Muggen mogen mijn bloed hebben. Ben een lopende bloedbank momenteel. Behalve dat ik momenteel niet loop. Ik hoop wel dat er een olifant in deze serie voorkomt. Ik weet niet of er olifanten leven op Madagaskar. Ik hoop het maar voor die olifanten. Anders gaan er koppen rollen. Oké, we gaan even gauw die kant op, want ik zie een heleboel mensen die berg op rijden. En ja, ik wil ook die berg op. Super kinderachtig. Oké, dan. Laten we even lekker crossen, jongens. Ik hoop niet dat ze op ons gaan schieten. Oh, die moet je even opzien te komen, zetten zien. Of moeten we er omheen rijden? Daar moet je omheen rijden. Oké, even kijken hoor. We kunnen zo dan waarschijnlijk een beetje zigzag. Net als dat programma van vroeger, zigzag. Waar domme kutkinderen op basisscholen munten moeten verzamelen.
Ik weet niet of mensen het programma Zigzag nog kennen, maar ik heb het zojuist heel goed samengevat. Het is gewoon, oké, kinderen, had je zo team blauw en team rood. En die waren dan heel trots dat ze team blauw en team rood waren. Oh ja, nu werd het gewoon toevallig uitgekozen of zo, weet ik veel. En dan was het zo van, 1 munt, 2 munt, wauw. Kutspel. Ik zou graag een keer meedoen nu, om gewoon even een stel 12-jarigen keihard tot traan in hun smerige kinderogen in te maken. Alhoewel, waarschijnlijk kunnen ze sneller rennen dan ik, maar... Dat is iets voor een andere aflevering. Ik heb zoiets van, ja, waarschijnlijk komt er zo meteen weer een gezellige epische cutscene. Dus we kunnen wel heel even doorkarren. Weet je, we zitten misschien al de 20 minuten en zo lang horen deze video's te zijn. Zo heeft God dat bedoeld. Maar we gaan even iets langer door. Ah, het ziet wel gezellig uit hier. Hallo. Als je dat vijanden hier. Oeh, dat is wel spannend, spannend. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Uncharted 4. Volgende aflevering. Zigzag! Ik heb geen idee wat we de volgende aflevering gaan doen. Waarschijnlijk chillen in Afrika. Een paar mensen doodmaken. Woe! Nou ja, kijk deze aflevering. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!